Mark van Basten, ja, het is zo goed als rond om te beginnen. Gefeliciteerd. Dankjewel. Bent u blij met deze overstap? Ja, tuurlijk. Het is lange tijd stil geweest. En uiteindelijk hebben ze zich deze week gemeld. Hebben we goede gesprekken gehad. En nou ja, zijn we tot een akkoord gekomen. Wat nog wel ondertekend moet worden. Maar ja, tuurlijk, dat is een mooi gegeven natuurlijk. Dat we volgend jaar in Alkmaar kunnen werken. Is het echt deze laatste week of was je ook al eerder in gesprek met AZ? Deze week hebben ze mij gebeld. Zijn er in de tussentijd ook nog andere clubs geweest die zich hebben gemeld? Nee, het is heel rustig geweest. Ik heb ook de kranten gelezen. Je hoorde af en toe wel links, maar nooit concreet. Dus maar dit was eigenlijk de eerste serieuze melding. Ja, nou was het vertrek bij Heerenveen was natuurlijk al bekend. Ben je blij met deze nieuwe club? Ben je blij met AZ? Ja, tuurlijk. Anders begin ik er niet aan. Het is een mooie uitdaging. Het is een goede club. Goed georganiseerd. Nou, ja, die weten duidelijk wat ze willen. En ja, dat voelt goed. Ja, op het moment dat je dan weet van ik ga weg, ik ga naar Alkmaar. Misschien ook al een moment om even terug te kijken naar de periode bij Heerenveen. Hoe kijk je terug op je periode hier? Nou, kijk, we hebben nu nog een maand te gaan. Een belangrijke maand. Dus ik vind het niet het moment om nu terug te gaan kijken. Dat komt allemaal wel over een aantal weken. Dus ja, dat lijkt me niet zo gepast. Nou ja, in het vertrek, dat was natuurlijk al bekend. Als je nu toch even kijkt van de overstap die je maakt. Had je hier ook nog graag willen blijven? Of was het gewoon sowieso, er was geen andere optie? Nou, kijk, het werd mij heel duidelijk dat er hier enorm bezuinigd moest worden. Op enorm veel gebieden. En ja, dat vond ik jammer. En dat wilde ik eigenlijk niet. En daar kan ook Heerenveen niet veel aan doen, want ja, ze zullen hoe dan ook heel veel geld moeten gaan besparen. Nou ja, dat vond ik niet goed aanvoelen. En toen heb ik gezegd van nou, dan kan ik er beter mee stoppen, want daar heb ik eigenlijk geen zin in. En nou, toen is het lange tijd stilgebleven. En ik heb hier tot nu toe heel prettig gewerkt met iedereen. En ja, wat dat betreft is het jammer. Aan de andere kant, oké, het gaat door. En AZ is in dit geval een hele mooie gelegenheid om in dit vak weer nieuwe uitdagingen aan te gaan. Hoe reageerden de spelers? Ik heb het toevallig vanochtend gemeld. Dat het nog niet officieel is, maar dat we toch wel een akkoord hebben. Nou ja, die reageren ook gelaten. En natuurlijk maakte ik wel een dolletje, maar ja, dat gaat gewoon verder. Hè. Voor hun, zij hebben ook gewoon contracten hier en volgend jaar is er voor hun weer ja, een heel ander programma. Dus en ieder doet wel zijn eigen ding. Veel succes bij de nieuwe club. Dankjewel.